Eindelijk dan na 20 wedstrijden en 8 maanden een overwinning voor NEC. 2-1 tegen Heerenveen. En dat is vooral te danken aan de Engelse spits Michael Higden, die 2 keer scoort. Yeah, it's brilliant for me. That's what I'm paid to do, and you know, hopefully I can go on a bit of a scoring run now. I think that's 6 in 10 games, which isn't that bad a ratio at all. So, you know, I want to carry me form on into the next game. Now I'm feeling fitter and sharper. En na al die tijd is de negatieve reeks van NEC eindelijk doorbroken. Ja, voelt goed. Ja, het is duidelijk dat het lang geleden is en de eerste overwinning van het seizoen. En, iedereen was dolblij, dus dat is mooi. En nog een bijkomend voordeel, NEC verlaat ook de laatste plaats in de Eredivisie. We zijn nu, zeker vandaag, zijn we wat gestegen. En dat is nog niet dat we ergens zijn of zo, maar het is natuurlijk wel heerlijk dat je de eerste overwinning hebt. Ja, new experience. A very good one too. I thought we deserved the 3 points. En dus na lange tijd weer reden tot feest in de Goffert.